Share, knaller, gang. En verder als je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan wij haatreacties beoordelen. Normaal hebben we echt totaal geen aandacht voor haatreacties. Maar we willen jullie even laten zien hoeveel het ons doet. En hoeveel pijn het ons doet als we haatreacties krijgen. Dat vinden we heel vervelend. Jij bent heel kut, Milan. Dankjewel. Dat was niet eens een zin. Ik wed dat je stamboom een cirkel is. Ja, ik ben de laatste van de stamboom, dus ik moet weer met mijn overgrootoma moet ik weer. Zit er maar eenmaal in de familie. Je moeder leest nooit boeken. Lekker voor je, hè? Milan, je moeder leest nooit boeken voor je. Kut DHD, ik neuk je moeder van 48 kanten, Don. Dat is knap. Kijk jouw komkommerkin, komkommerpoesie. Dankjewel. Dit is mijn kin. Kijk mijn kin, poesies. Kijk nou naar mijn kin, poesies. Link, kanker, scheve vingers. Het is waar. Ik heb een scheve vinger. Zit in de familie. Dat komt omdat ik het met mijn overgrootoma heb gedaan. Zit in de genen, zeg maar, van onze stamboom. Jij bent echt een tapijtenvlieger. Waarom heb je dit ertussen gedaan? Sebastiaan, Don, onderbroekhoofd, neuk je ma. Nou, op zich, wist je dat in Turkije betekent Don onderbroek? Snot, Milan. Ik ga ervoor zorgen dat je een mierenfobie krijgt. Nice, daar heb je me echt mee. Dat is heel erg sick. Omdat ik natuurlijk mieren heb en dan ben ik bang voor de mieren. Ik vond Snot Milan leuker. Door Fortnite ben ik mijn beste vriendin kwijt, dus niet tegen fans ervan. Kut Fortnite. Dankjewel, Jenny. Ik vind het heel jammer dat je je beste vriendin kwijt bent. Ik wil wel je beste vriend worden. DM'en. Postduiven. Jerry, je bent saai geworden, man. Oh, dit is ook echt een recente comment. Sorry, Max, volgende keer zal ik gewoon weer Don kietelen, een tafel kapot maken en een doos slopen. Je bent zo slecht dat je views koopt. Dat is gebaseerd op feiten. Alle feiten. Milan, jij bent echt, met een G ook echt, zo saai. Jij weet niet hoe je seks moet schrijven. Wat wil je nou? Dat schrijf je gewoon net zoals in de vorige reageren op haatreacties. Gewoon zo. S-E-K-K-S-X. Jullie verdienen niet om YouTuber te zijn. Baby, kut, jongens. Nee, we verdienen het inderdaad niet. Maar we verdienen wel geld. Kut. Jeremy, ren in de lava. Ga maar dood. Kun je Jeremy, ren in de lava? Oh, toen rende ik in de lava. Dat was leuk. Oké, nou ja, ik ben dood. De eerste diss track was grootste kut, man. Ja, kut, man. Van wie? Wees volgende keer even wat duidelijker. Knol, kankar. Wat is een kankar? Wat? Wat is dat? Kanker, homo, Don, Link en Milan. Ga, nee, kee. Waarom zit Jerry niet bij? Ik ben gewoon leuk. Hashtag KimpyParty is dood. Jij gebruikt het zojuist net. Het is niet helemaal dood. Levende mensen kunnen niet dood zijn. Toch? Anke, gay meneer. Hey, stik in... Steek erin. Ik ben een fan, maar nu niet meer, want... Met een D. Ik ben een Belg en je vindt me kut. Val dood. Ja, als ik iets zeg over Belgen, dan is het een grapje. Niet zo serieus nemen, man. Op wie lijkt die gay? Vraagteken. Ik kijk amper NL YouTubers. Don. Dat is Don. Kut Pascal en Jeremy. Waarom ook? Dankjewel, hè. Don is een Mongool met Down syndroom en kanker. Ja, dan heb ik ook een kut leven. Kut Milan. Game manner, vaart verder en straks vliegt ge in de pan. Game manner, vaart verder. Als in op de boot natuurlijk, van die district. Ja, leuk. En ik vlieg dan in de pan. Kut Renate. Hij is 8 jaar en hij zegt Jeremy is dom. Oh mijn god. 10 plus 10 is 10. Een Belgian gamer, Don heeft buikvet. Iedereen heeft vet, lul. Kim Jong-un. Je de xieks en xenende. De ne de vuile kanker ik ha. Wow.
Hij probeerde denk ik eerst Chinees. Toen had hij door dat hij op een Europees toetsenbord zat. En toen dacht hij, ik moet iets schelden, snel. Maar wel vet dat Kim Jong-un kijkt. Oh god. Jullie zijn homo en lelijk en klootzakken. Stop met dat kanaal. Pleeg zelfmoord. Uitroepteken. Boze smiley. Ik ben inderdaad niet de mooiste thuis. Jeremy, je bent echt saai geworden. Waarom vindt iedereen mij saai? Wat is dat nou weer voor shit? Een beetje saai geworden. Twee mensen zeggen het. Iedereen vindt mij saai. We krijgen duizenden leuke reacties. Maar deze reacties maken tot ons boos hoor. Je bent oud, je lijkt op iemand van 30 jaar oud. Ja, hoe kan dat nou weer? Het is niet alsof het 2 jaar scheelt of zo. Lekker bezig, pik. Je kin is groter dan je pik. 48 mensen waren daarmee eens. Maar er reageerde iemand onder. En die zegt, hij neemt zijn vriendin ook met zijn kin. Oké. Okay. Vond je het lekker? Ik vind dat heel lekker. Voelt ze tenminste wat. Mijn kat kan nog betere video's maken dan jij. Ik heb geen kat. Dan moet je wel binnenkort een kat gaan kopen, want dan kan je dat op YouTube zetten. En YouTube is een kattenplatform. Dan kan je miljoenen gelden mee verdienen. Hé, hey, Ginger Levy. Iedereen abonneert op jou, want ik ben ook een ginger. Hè? Wist je dat? Ik ben ook een ginger. Hij zegt gewoon al abonneer op mij. Iedereen, volgens mij krijgen we dat echt 1000 keer op 1 video. Vind je het een belediging als ik je Pascal noem? Dat moet jij weten. Al noem je je al een hulp van de straat, weet je. Dus, boeit mij dan nou. Zolang je mijn video's kijkt, zonder adblock, vind ik het helemaal best. Milan, dit ben je. En dan zie je 2 leuke smileys. Homo. Nou, ik heb geen bruin haar op die smileys. Maar, godverdomme, zit iemand te hoesten hier. Vak jou gaat dood door kanker. Kan je daarvoor leren? Dat vak. Bergmansje zegt tegen Milan, je moeder is gay. Hoezo tegen mij? Dat zegt hij tegen jou. Nee, maar het is onder jouw video. Nee, dit is ook onder jouw video. Dat kan niet, want deze is gemarkeerd voor ongewenst taalgebruik. Ik heb jouw account. What the fuck? Kankergare raps, ik rap hun er allemaal uit. Zolang het niet in het Nederlands is, rap je ons er allemaal uit. Kanker op met ja, kanker back. En dan denk ik van, oké, dan doe je je best om mij uit te schelden, maar dan zeg je in plaats van je, zeg je ja. Bijna goed. Als ik naar jou kijk, dan wil ik zelfmoord plegen. Ben ik even blij dat ik jou niet kan zien. Ik vind het toppie dat je goed bent in video. Maar ik weet niet of ik homo ben. Of stom ben. Luke Gamer, Fortnite fan. Die Ark Survival Noob is kut. Ja, het is ook geen Fortnite. Ja, kut man. Smile. Nou, dan denk je leuk. Reactie, lachen, leuk. Kankeradvertenties. Die Joden krijgen er weer geld voor. Ik weet niet wat je bedoelt. Wij zijn allemaal niet Joods. Van heel dagelijks idee niet. Maar advertenties heb je eenmaal nodig. Ik vind dit ding op je hoofd niet mooi. Want je was eerst veel knapper. Dutch Games, daar kunnen we wat aan doen. Nope. Kut mens, sterf aan kanker, lul. Nee, nog niet. Kut Jeremy, fuck jij, knakker, flikker. 6 maanden geleden. Misschien is hij nu zelf al dood, dat kan hè, dat kan. De grijze haren op je hoofd zijn er echt veel te veel. Je kan ze geen eens zien, kuttekop. Ze zijn geverfd. Een maand geleden, toen was het nog echt volop geverfd. Wat lul je nou weer uit je nek? Deze kan jou raken. Jouw kin is net zo scherp als de linkerhoek van het vierkante hoofd van Pascal. Ik zie ook dat 120 mensen ermee eens waren. Je lijkt op poep. Kut hoer Jeremy. Wil je alsjeblieft mijn naam gewoon goed schrijven? Ga naar mijn YouTube kanaal, Jeremy. Als je daar kijkt, kan je hele leuke video's vinden en dan kan je letterlijk gewoon de naam kopiëren en plakken. Ik haat jouwst kutvideo's en hashtag Don is een kleuter. Ja, hoe denk je anders dat ik zo succesvol ben geworden? Het enige verschil tussen Milan en een vis stinkt pas als hij dood is. Ja, dat is echt heel origineel. Kadem. Kadem, ja. Kadem. Je dikke moeder plus neuk mijn kont. Met een D. Wilt iemand? Nee. Don? Ja hoor. Hij wilt. We vonden de reacties hadelijk. Heel kut dit. Ik ga weg. We vonden de haatreacties heel leuk. En tot de volgende. Blijf vooral haatreacties sturen.
Want dat is echt heel erg leuk. Auw! Oh, sorry. Mijn helle hoog tegen links ook. Doei!